om, we waren van plan om even af te rekenen met de corona dit jaar. En hoe doet u dat? Ja, dan moet nog even zien hoe we dat invult met elkaar. Of niet? Ja, want het is natuurlijk een vervelende situatie aan het worden. Ja. Zoveel mogelijk thuisblijven. Zoveel mogelijk thuisblijven. Maar dan moet je toch wel even weg. Als je de hele dag thuis zit, dan eventjes eruit. Daar ben ik al mee begonnen op oudejaarsavond. Ik heb bij Otto een heleboel 3 stoelen besteld. En sierkussens. En ik heb gisteren een kastje rood geschilderd. Ja, misschien zie ik alles momenteel wel door een roze bril, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar wat gaat u dan allemaal doen? Nou ja, ik ben bezig met muziek. Ik speel zelf muziek. Ik ben bezig met schrijven. Stoppen met roken. Ja. Dat is een goed persoonlijk voornemen. Ja. Ja, mag ook wel een keer. Wat veel te duur. Ja. Dus. En wat was de aanleiding tot dit besluit? Financieel slechtere gezondheid. Ja. Als ik bovenaan de trap sta, dan ben ik buiten adem. Dan, Was het voor u een moeilijk besluit? Ja, toch wel. Dus u bent nu al een aantal dagen rookvrij? Nou, dat nog niet. We hebben een afspraak bij de huisarts staan. We gaan het met hulp van de huisarts doen. Wat je dit jaar anders gaat doen? Dat is heel grappig, want onze vraag is, wat zijn jouw goede voornemens? Op dezelfde voet leven als nu. Dat is niet anders. Anders? Anders? Ik heb een rijk en gelukkig leven. Waarom zou ik anders moeten gaan leven? Ik zou het op dit moment niet weten. Ik hoop alleen dat ik midden in het jaar weer op vakantie ga. En de nieuwe voornemens, hoe zit dat met u? Ja, maar goed, de nieuwe voornemens, alles blijft hetzelfde. Het is niet wat anders. Ja, misschien meer wandelen, een beetje sporten, ja, met vrienden treffen. En dat is anders dan u gewoon was? Nou, niet anders. Dat doe ik normaal ook wel. Maar ja, nou met het winkelen en zo is natuurlijk alles anders. Ik ga me denk ik iets meer proberen te concentreren op school. Met de online lessen is dat nog best wel moeilijk. En ik ben dan nog wel best wel makkelijk van weggooien. Dus ik denk dat ik dat ga verbeteren. Ik ben gestopt met roken. Aha. Dat ga ik anders doen. Minder druk maken denk ik om dingen. Proberen in elk geval. En wat meer genieten van de kleine dingen. Wat merkt u daarvan? Ja, dat ik me beter voel. Meer lucht. Minder last van mijn longen. En misschien ook meer smaak met het eten? Veel meer smaak, veel meer geur, ja zeker. En niet meer hijgende trap op? Nee, ook niet. Nee. Ik heb er nog niet over nagedacht. Maar ik denk dat ik door ga leven zoals ik nu doe. En dat is prima, dat bevalt me heel goed. En mijn vrouw ook. Maar we leven wel in turbulente tijden. Dat zonder meer, maar dat doen we al heel lang hè, op het moment. Het went bijna. Ja, het went nooit natuurlijk. En ik denk niet dat het zo snel anders wordt. Maar als we de moed gaan verliezen, dan wordt het helemaal niks. Dus we moeten gewoon de moed erin houden en proberen de regels zo goed mogelijk na te volgen. En dan komt het uiteindelijk wel goed. Ja, maar wat je anders gaat doen, is wat anders dan goede voornemens, hè? Uiteindelijk komt het er misschien wel op hetzelfde neer. Maar de vraag is anders. Oké, dit jaar ga ik om mijn afstuderen halen. Dit jaar ga ik het anders doen. Want wat waren de beperkende omstandigheden? Die zijn er genoeg, maar wat doe je eraan? Maar dat is dan wel een heel goed voornemen. Absoluut. Wat zijn uw goede voornemens? Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Kent u Dry January? Dry January, ja, dit ken ik wel. Kunt u het beschrijven voor mij? Nou, ik neem aan, wat ik ervan afweet, dat het is dat je een hele maand onthoudt van alcohol of alcoholische drankjes. Exact, dat heeft u heel goed. Ja. Dat vind ik eigenlijk een hele goede, ja. Ik probeer met het coronabeleid wat rekening te houden, toch onbewust en bewust, dat ik geen mensen besmet. Ik heb een winkel en die zit momenteel dicht, ik zei op de markt. En dat is, je ziet toch de gevolgen ervan. Ja, en u bent dan ook nog ondernemer. Ja. En dat lijkt me best moeilijk in deze turbulente tijden. Dat is heel vervelend, ja. Want ik zit nu voor de tweede keer dicht. En je moet dan maar zien hoe je het allemaal rooit. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Heeft natuurlijk, u misschien natuurlijk een advies voor hun? Ja, dat moet erin houden. Maar ik, ik, ik,
ik vind het verschrikkelijk wat er met de horeca gebeurt. Hè? We mogen graag lopen en wandelen en ergens een kopje koffie drinken. En dat zijn dingen die ik niet goed vind. Maar ja, wie luistert er nou naar mij? Niet in Den Haag. Dat heeft helemaal geen zin ertoe. Maar dat vind ik een slechte zaak. Tot nu toe heeft u wijze dingen gezegd. Ah ja, meent u dat? Oh, kijk aan. Nou, ik denk dat een heleboel mensen er net zo over denken. Dat geloof ik wel. Zou dat wel eens de zwijgende meerderheid kunnen zijn? Nee, nou, zonder meer. Ik ga waarschijnlijk wel op de oude voet verder. En dan moet u maar proberen positief te blijven. Even elke dag goede voornemen. Dus voor u verandert er niet zoveel? Nee. Op vakantie gaan, dat is ook echt een plan van mij. Ik heb het nu 2 jaar niet gedaan, dus nu de 3e jaar wil ik wel echt. Zeker goed? Ja, ik ben Olivia. Jij bent Olivia. En hoeveel jaar ben jij, Olivia? 4. 2 jaar. We gaan basisschool gaan. Oh ja, ze gaat naar de basisschool natuurlijk volgend jaar. Dat is dan toch ook een soort plan. Nou, hè? Zeker. Veel fietsen. De koffietentjes die zitten dicht. Dat is er niet meer. Het is allemaal een beetje saai geworden. Maar ik wens u in ieder geval veel fietsplezier dit jaar. Ja, en jullie veel plezier hiermee. Dank u wel. Want dat heb je wel nodig in die kou hier. Ja hoor. Want het is hier niet warm. Nee, dag. Ja.